Goedemiddag, ik ben Chef van de Vaste Radio en we zijn hier vandaag bij Zwarte Pijl voor de Biggie Presidie voetbaltoernooi 2019. Hartelijk goedemiddag. Je ziet dat we zijn bij Zwarte Pijl Rotterdam. Biggie Presidie zomervoetbaltoernooi. En ik heb naast mij... Brian. Brian, beter bekend als... Poetin, bra, zei je niet. Ja, Poetin, bra. Niet die Poetin van Rusland hoor, die is niet toch? Nee, niet. Oké, we gaan verder natuurlijk. Vandaag bij hier, Zwarte Pijl, Biggie Presidie zomervoetbaltoernooi. Wat vind je ervan? Lekker gezellig, druk. Ja, gewoon lekkere sfeer, gewoon lekkere muziek, lekkere eten, leuke mensen om je heen. Dus ja, alsjeblieft, me geniet. Mooi, maar me ziet dat echt niemand. Wat eet je dat niet aan? Eet je, eet je? Alsjeblieft, net me bij man. Schaafijs, Surinaams, lekker, easy. Oké, behalve dat je natuurlijk geniet, ben je ook een artiest. Bekend van? Life of Brian. Live op Brian, je was laatst bij mij in de uitzending, maar je weet toch, kijkers, deze gaan we even zwart maken, woem. Je was bij mij in de uitzending, tot nu toe heb je het ervaren met jouw CD of EP, Live op Brian. Hij sikkie, hij praat, hij nieuws, hij praat, het gaat lekker. En veel reacties, positieve reacties gekregen. En het is op Spotify en daar gaat het ook lekker mee. Toevallig vandaag ook mensen bellen voor die CD nog steeds. Dus ja, het gaat lekker. Ik heb niks te klagen. Volgende maand ben ik weer in de studio, kom ik weer met een nieuwe pokoe. Dus ja, nono dena loes loesu, tratour. Dus blijf stem bij Alassa me praati gewoon. Isi. Oké, natuurlijk niemand anders dan Brian, a.k.a. Bra, a.k.a. Poetin. En laatste woord voor de standvaste kijkers. Heb je die voor ze? Blijven jullie lekker doorgaan. Big up Mookie natuurlijk. Cameraman. Analysma voor standvaste. Ta Arki, want dat doe ik ook elke vrijdag. Unaning. Isi. Aisiki. Dankjewel. We gaan natuurlijk gezellig verder. Als ik er niet ben, is het wel MC Soes. Als het MC Soes niet is, dan is het wel Cher. Standvaste media. Love. Ja, zoals jullie zien, we zijn hier bij Zwarte Pijl, Biggie Presidie, standvaste radio, crew, media, iedereen is hier aanwezig. Je ziet een drukte om je heen. En nou zie ik een man met een mooie sigaar hier zo. Maar ik ga eerst vragen, hoe heet u? Sergio. We hebben hier te maken met Sergio. Sergio, wat bent u hier komen doen? Gewoon komen chillen toch. Ik kom in de strana man. Ik zeg van Sande. Dus ik wil een tekwaan zonde bakken naar Fatou. Zeker, zeker. Dan ik teka sigara, want misschien in naak toe sigara. Je volgt me, ah, je observeert me boom. Niet moest observeren toch, want luko. Mij nou een Hindustani boy, mij komt dat wel Creole officer. Maar mij dat gewoon geaccepteerd, dat na liefde, dat na lobby. 100, 100, nou one blood. Ja toch, one blood. Uno nasrana man, en daarom... Nasrana man, 100. Daarom una standvaste hier. Luistert u ook naar standvaste? 100%. Maar eerlijk, mij kan actie wansan, is he want to make jazz?
De lai. Osea, ivre gezeld, hè? 100%. Oké dan. Sana, morgen gekste sani sa i mek mee in wan visa. De san sawe actie. San morgen low sani sa je mek tap wan visa. De vrouw is pretty trui of wan sani. Tegi. Ik ga tegi gewoon, Sergio. Bedankt, hè? Asana is een vasandek ba van de bakadeshi mooi boy de sha. De smegoji mooi boy. Wie is fijne? Of de smagoji, de smagoji. Dat nasan. Ik heb barba toch in Amerika van mijn waap. Toen ze jong, want man no R. Kelly. Is een vasande. Maar je zoon lek 15. Mijn bejeer en luka barba naar mij. Je klaar mee. Mijn zoon lek 15. Yo, no, dan bouw stoot. No, de na olo. Maar ama dis dress hier, luko ama weer wat Versace, Chicago Bulls, kwam go to, hey, luko de pata, luko cameraman. Ja man, Yuna. Mino na ne fo yo una. Ja maar, fa yo neder. Sim. Mi de. Maar tegi sa yo ne. Yo mijn naam weten nog. Ik wil je naam weten. Zeg je nou. Oké, Ortwin, met tak. Ortwin. Ja man. Ortwin, hoeveel chimeis heb jij hier gezien? Eerlijk, ik kan gewoon zeggen. Er zijn genoeg. Maar niet voor mij. Dus je hebt thuis iemand zitten? Ik heb altijd iemand zitten. Oké, dus jij bent... Eerlijk, is je toch? Wat zijn die? Allemaal uitgeschakeld. Allemaal uitgeschakeld, maar Amande, dat wel level. Hoe dat uitgeschakeld, brada? Scherp, maar met tak. Ja, kijk hem mag toch? Ja toch? Zeker. Kijk hem mag altijd. Ja man. Is dat pas aan de kbouwe, Luko? De shooty-ai, im shooty-ai, dat nasan. Maar hoe op een boodschap gaat de Sranamang, de Hindustani, de Javan, de Inheemse, de Krioro, Alasuma? Soort boom boodschap. Is dat nou een love, is dat toch? Oh nee, Formoso, is dat fout ik ba? Hoe de nou, hoe de wang, dus in bereken van therapie per kwafisie of asande in steun makandra, dat nasan. Of een steun makandra, dat kondre nego, dat kondre ne draai toch. Dat me kom banga van en baka kuli, jampani sangasanat. Is dat nou een wang, dat om de wang, gewoon 100. One broeder, one liefde. Ja toch. Thank you bro. Okay, thank wil, you bro. Wil je nog één boodschap jongen? Geef die boodschap. Maar tijgen jongen. Wees trouw naar één vrouw. Hey. Wees trouw naar één vrouw. Wees trouw naar één vrouw, that's it. Amagi, wat verkeerd boodschap. Amagi, hey, maar je geeft wat verkeerd boodschap. Amagi, wat verkeerd boodschap. Maar mensen, ik wil zeggen, ik kan jullie zeggen, luister naar Standvaste Radio. Wij zijn er 24-7. Suriname en Nederland, Standvaste. Bless, lobby. Hey. Goedemiddag, we zijn nog bij Zwarte Pijl. Ik sta hier met de scheidsrechter van vandaag. Meneer, wat is je naam? Ovidio, van de Berg. Van de Berg. Hoe was het vandaag gaan? Leuk, supergezellig. Lekker druk. Ja, hoe waren de wedstrijden gaan? Wie heeft er gewonnen? Ik meen de Salamas. Ik kom niet goed uit de namen, maar... Heeft iedereen eerlijk gespeeld vandaag? Nou, de finale was wel even pittig. Toch nog een beetje akkefietje uiteraard, maar dat hoort bij een toernooi. Ja, klopt. En bent u eerder geweest hier bij het Zwarte Pijl? Ja, al 3 jaar achter elkaar doe ik het. Het is superleuk. En u bent altijd de scheidsrechter? Ja, al 16 jaar doe ik het. Ook in uw vrije tijd gewoon? Ja, ook in mijn vrije tijd, ja. Oké, heel leuk. Nou, wat heeft u vandaag verder nog gedaan hier? Heeft u een beetje gegeten? Gegeten? Het eten is hier super trouwens. Dat maak ik zelden mee. Maar... Wat voor afkomst bent u als ik vraag mag? Roemeen, oké. Okay. Ja. Dus Surinaams eten is wel lekker, hè? Ja, dit is super. En goed georganiseerd ook. Het is superleuk. Ja, ondanks de warmte is het toch een leuke dag geworden, hè? Ja, dat zeker, ja. Blijft u nog eventjes hier hangen? Of ja, ik blijf zeker nog wel even hangen. Even muziek luisteren, een beetje eten, een beetje drinken. En bent u bekend met Standvaste Radio? Bent u bekend met Standvaste Radio? Ik heb er wel eens van gehoord, ja. Ja. We zijn nu bezig met nieuwe dingen, video's aan het maken, Standvaste Media. Dus blijf ons volgen. En ook via YouTube? Of? Via Instagram en Facebook. Oh, Instagram. Oké, ja, is leuk. Dus blijf ons volgen. Ja, is goed. Een fijne dag en bedankt voor dit. Oké, dan Standvaste Media, Dejaso, Zwarte Pijl, Isabi. Met u hebben we genoegen. Bos on stage, hè? Bos en Wati vroeger, we hebben 31 jaar. Dus u bent Bos? Ik ben Wati. Wati, en u bent? Roy. Roy, dus Bos, Wati en Roy. Orga te maken. Het gaat niet om orga. Deze man is, als je in de media zet, is ooit internationaal de beste voetballer van Suriname. Heeft Nacho gespeeld, Roy George. Als je de naam noemt, is Nacho van Suriname is hier gekomen met Robin Hood.
76, 77, Ajax gewonnen en alles. Dus we staan met een legende hier zo. Dit is een legende. Gewoon de Surinaamse gemeenschap, de legende. Voor waar je hebt hem. Dus hoe ben je de vriendin? Hoe ben je aan de meid? Maar hij is de top. Hij komt helemaal uit Amsterdam vandaag. Hij dacht dat wij het organiseerden, maar altijd welkom. Staan vast in de hoes, is altijd klaar. Maar het is one blood, one lobby toch? Ja. Zie toch? Ja. Daarom. Maar ik heb begrepen ergens dat u 30 jaar al ergens op de achtergrond. U steunt vanaf de achtergrond. Niet op de achtergrond. We hebben 30 jaar hebben we het zelf georganiseerd. Bos. 30 jaar. Wat die 30, 31 jaar nu. We hebben nu het stokje overgedragen aan Zuid-Opelle, want ik ga jeugd gaan kans toe, toch? Dus. Klopt, de jeugd ook. Maar kijk, ik ben... Iedereen weet het, Ray weet het. Als Aweer is bij Oabi, normaal kan je, is het geen doorloop bij ons. Maar ja. Aporte tapoe. Is je toch? Maar ze moeten, de jeugd moet het ook overnemen, toch? Ja, maar ze moeten het een beetje leren, toch? Leren. Even ondersteunen, want Oeloba Ablaka Power, toch? Want wij waren zo tegenhanger van, eerlijk gezegd, van de Bijlmer toernooi. En zo blijkt dat Rotterdam het ook kan, want Oebedwijn, dinsdag vroeger donderdagavond, zo zijn we samengekomen. Maar het kan alleen. Ja, wij zijn niet de jongste meer. Maar wacht. Nee, u ziet er jong uit. Dus in die 30 jaar, hoeveel mooie vrouwen heeft u gezien op die toernooien? Eerlijk, zeg maar eerlijk. Hallo, mevrouw kijk. Uw vrouw kijkt niet, want het is niet live. Zeg eerlijk, kijken mag toch? Of ik kies probleem te doen. De mooie, mooie vrouw, komt altijd ja. Weet je wat het was? Vroeger dat staan vasten. Dat gaven we voor. En toen gaven we cleaning advies. Dat is maar bij ons weer. En zo, ja. Oh, dus van stangen en zo. Dus zat hij maar bij ons weer. Wacht even, geef me een tipje van de sleutel. Misschien kunt u zeggen. Want, nee. Skinny. Aweer is net zo skinny, maar voor sidang. Of korte rok. Zijn we, is het toch? En Ray, ben piep altijd, maar ben jongen. Ray, ik ben piep. Ja, ben jongen. Luko, maar ben wakker kong, vier passie kong. Maar zit ik aan kulinaam deze. Maar vrouw knap naing. Maar je vrouw is luko later, dus je kan tak eerlijk. Vrouw staat tak, Ray, bang als aan dat die Rona standaard, nou, allemaal lebih vrouw vallen. Ray, hier, ik lobby vrouw vaarlijk, jongen. Maar eerlijk. Ja. In die 30 jaar, wat is de gekste wat je ooit hebt meegemaakt op een toernooi? Gewoon eerlijk. Ik ga je één ding zeggen. Het mooiste van ons toernooi was, we hebben, als ik namen moet beginnen te noemen van voetballers, alle grote betaalde voetballers, van Regio Blinker tot LG Rowe en Ilya, Boateng, Promes, noem ze maar op. Vorig jaar nog Filenia, allemaal hebben ze hier gespeeld. Ding is wat kind aan huis hier. Heet die? Drenthe was kind aan huis hier. Allemaal en respect blijft. Kijk, de vader van die jongen van Feyenoord, Bisseswaar, zijn vader is er. Standaard à la de man. Maar ik mocht hun namen nooit noemen, want contractueel, dat man mag pleiden. Maar ze spelen zo graag hier. De man loopt Sarana toch? Hey. De man loopt you, de man loopt Akondre. Dan ga ik een beetje afsluiten, maar heeft u een boodschap, kijk, voor de Surinaamse volk? Kijk, bij mij gaat het, ik wil de verbinding brengen in de Surinaamse volk. Wij proberen het dan tenminste. En we hebben iedereen's hulp erbij nodig. Kijk, je hebt Hindoestanen, je hebt Javanen, je hebt Inheemse, je hebt Kriolen. Alle. Kijk, u bent multicultureel, wij ook. Maar welke? Welke boodschap heeft hij voor het Suriname? I'm not sure what you're talking about. Maar hoor. I'm not sure what you're talking about. Hoor nou. Gori gori. Zerbabke. Hé. Hey, wij we zijn echt multiculti. En de zomer. Mijn ouders zijn opgegroeid naar Leiden. Al mijn ooms zijn met alleen maar coole vrouw getrouwd. Daarom kan maar je mag niet zo. En zo. En nooit meer van een coole vrouw worden. Iemand zit wel aan je. Wacht hier. Ray. Iemand zit wel aan een coole vrouw. Amawa trouwen aan een coole vrouw. Dit bolle. Ik ga trouwen aan een vrouw aan mijn tegen. Hey, sta vast. Ik kan wel een poort. Nee, wij zijn. Hij staat vast aan een beker. Ja, toch. De man was zitten. Wacht hier, Luko. De man. Iemand trouw. Ik kan trouwen, Jere. Wacht even. Nee, vraag even. Je bent nog niet. Bosje, wacht even. Bosje zegt, hij zoekt een Hindoestaanse vrouw. Nee, hij. Wie? Maar draai je tori. Annie. Hallo, op mijn leeftijd. Annie, kijk. Nee, u heeft al een vrouw.
Ja. En een mooie. En een mooie vrouw. Heb je dat gehoord? In a quant diplomatiek zijn die nu? Die babre koolie. In a... Dogla. In a quant... Maar je hebt een boemboodschap die maar Surinaams volgt. Gewoon naar hier konden. Ik kan horen zo, Luko no. Kwaku abensani, u abonsani ja, ze weten ondersteunen en zo. Zo tan power ja, isabito. We doen sani voor nu. Dus jullie horen het weer, standvaste media. Ik bel meer, hè. We zitten op de achtergrond, we jeppi, une orga moro, maar de achtergrond zijn we altijd erbij. Wati en Bos, altijd ondersteunen. Dus alleen maar lobby, alleen maar eenheid, de Surinaamse gemeenschap. We gaan er komen, pau, 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 pau. En we kunnen meteen alle orga, heb je orga is aan die. Iwani turno isla, de ene meker aan vastas. In een reclame staan vast, dat je naar zomaar. In een muki, in een rij, dat je naar zomaar. Hier, staan vast. Altijd staan vast. Staan vast. Hey, thank you, pa. Abu, staan vast. We zijn hier nog steeds bij Zwarte Pijl. Bless, bless, bless. Po, po. Ik sta hier met Gunno van het programma show Just For You. Yes, hoor. Mijn naam is Gunno en ik doe de radioprogramma Just For You bij Staanvaste. Ja, wat komt u hier vandaag doen? Vandaag was ik bezig met het organiseren van de wedstrijden. Oh, u bent ook aandeel van de organisatie hier? Ik help. En wat komt u verder nog doen? Dansen, eten, gezelligheid? Nou, alles gaan we straks een beker uittrekken en dan ga ik in iets overschakelen van AA. Naar iets sterks. Yeah. Oké, nou ik hoop dat u naar zin heeft gehad. Ik heb het sowieso naar mijn zin. En ik zie u bij Staanvaste. Sowieso. Blijf filmen. We gaan naar een mevrouw. Deze mevrouw rent weg. Mevrouw, waarom rent u weg? Mevrouw, ik kom gewoon achter u aan. Nee, u blijft staan bij die camera. Mevrouw, ik ga u vandaag vervelen. Ik ga u vandaag de hele dag vervelen. Zeg even, hoe heet u? Ik heb les van die mensen. U heeft les, maar tegen anderen last. Maar hoezo heeft u last? Hoe heet u? U bent een prachtige vrouw. Ik ben Juliette. Wacht maar, meneer. Wat zei u? Ze komt staan en ik kan jullie helpen. Yes, mevrouw Juliette, kom dan. Mevrouw Juliette, je loopt weg, mevrouw Juliette. Mevrouw Juliette, wat bent u hier komen doen? Ik ben komen chillen. Je bent komen chillen? Ik ben moeder Moekie, ik ben de moeder van Moekie. Nee, dat mogen we niet zeggen. Dat mag je wel. Ik ben de moeder van Moekie, maar dan mag je dat niet zeggen. Oké, okay, is een moeder. Ik ga zeggen. Ik kan hier niet goed praten. Dus wacht. Eigenlijk moet u erbij komen. Want u nee, gaat... nee, ik ken die man niet. Nee, want die meneer helpt u. Nee, ik ken hem niet. Want u wil niet praten, maar die meneer praat. Nee, die man is er. Nee, ik ben gewoon komen chillen, gezellig. Elk jaar ben ik er. En hoe lang komt u al hier, als Zwarte Pijl? Al 27 jaar. Nee, je moet niet jokken, je geboorte. Ze werd door de moeder meegenomen. Dus hoe lang is dat dan? Ja, ik denk een jaar of 40. Dus wauw. Ja. Ik zie, u bent een geliefd persoon. Want iedereen komt, Juliette krijgt alleen maar gratis drinken. Juliette, waar is onze drinken? Ik leef mee. Voor de week alleen is ze geliefd. Eind van de maand niet. Nee, ik kwam eigenlijk al in Zwarte Pijl, al 28 jaar. En toen waren ze aan de andere kant. Ja. Dus ik ben er elk jaar. Ja, maar het is ieder jaar gewoon een feest, helemaal gezellig. Gewoon gezellig, ja. Gewoon, je ziet vrienden uit Amsterdam, Den Haag. Kijk die schoenen. Die draagt ze elke week naar Zwarte Pijl. Zodat Zwarte Pijl wat heeft ze altijd niet de schoenen aan. Nee, en zo oud zijn ze niet. Dus hij is, die schoenen zijn ook 40 jaar. Nee, ik ben. Ga weg, man! Waarom moet hij weg? Je moet snijden, hè? Hij gaat niet snijden. Jawel, man. Het is gewoon one take. Nee, doe dat take 2, hè? Wees, dan begin je opnieuw. Wat? Ga weg, man! Wat? Die gaat zo serieus eten. Nee, ik ben nu even serieus. Nee. Is dat serieus? Mevrouw. Mevrouw, u praat. Dan wil ik u ook horen, toch? Later is mijn. Mevrouw Imandikba. Nee. Oké, dan ga ik naar zo. Nee, maar we komen even serieus. We komen al 28 jaar. Ja. En wij bij Zwarte Pijl. Kijk, u luistert. De oude aan de overkant. Ja. Dus het is echt way back. Way back. Maar het is ieder jaar weer een festijn. Het is gewoon gezellig hier, ja, zo, toch? En ze hebben altijd mooi weer. Altijd, die geluk. Altijd mooi weer. Gezegend, geprezen. Ja, ja, we zijn geprezen, ja, met deze. Ja. Nee, maar je leert ook oude kinderen. Ja, en afkotti.
Hé, hey, Ino moest bemoeien. Beker uitreiken. Oké, okay, we gaan naar de beker uitreiken. Ja, heeft u een boodschap voor de Surinaamse gemeenschap? Even snel, dat wil ik wel weten. Vandaag zijn we allemaal één. En ik hoop dat we altijd één kunnen blijven. Een mooie boodschap. Staan vast de radio. Blijf hem luisteren. Bless. Ja, ja. Het is nu tijd voor de beker uittrekking hier zo bij Zwarte Pijlen. We gaan naar binnen. Kom, volg. Oké, dan Moekie is al bezig. Jullie zien het. Rijtje, mag jullie een rij voor mij? Geef jullie maar een rij. Ja. Dus we gaan even kijken. Kijk maar even mee. Abi, rij. Zelfs scheidsrechter maakt een foto. Oké, dan. Scheidsrechter is helemaal, hij denkt, ik moet die foto hebben. Juist. Organisatie, van harte gefeliciteerd met de hele prestatie. En de heren natuurlijk van Team Neo, laat me die bari horen. En ook jullie krijgen een geldbedrag. Wie neemt het in ontvangst? Neo hemzelf. Neo, kom, we gaan tellen. No? Ja, we gaan tellen, jawel. We gaan tellen, man. Wat is gebeurd? Ik kan tellen, kom. We gaan beginnen. Aanvoerder, van harte gefeliciteerd. Volgend jaar kan je het niet pakken, kan je je eerste plaats niet verdedigen. Ik heb teams, hè. Oké, we gaan beginnen. 10 euro. 20 euro. 20 plus 20 maakt 40 euro. 60 euro. 80 euro. Plus 20 is 100 euro. Plus 50 is 150 euro. Plus 50 is 200 euro. Plus 100 euro maakt 300 euro. Ja, je pakt veel. Je bent gierig, man. Plus 100 euro maakt 400 euro. Piep, 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 piep. Ja, je mag die beker meenemen. Dat die niet. Nee. Hier blijft hij. Organisatie. Dit moet je wel voor je. Je wil een pokoe. Wat voor pokoe wil je? Doe maar wat. Jokosje. Kunnen de voetballers dan nou een pokoe krijgen? Tjarewa Kagi. Beleki beke, ik ben chef van de vaste radio en we zijn hier vandaag met het winnende team. Wat is jullie naam? Team Neo. Team, sorry? Team Neo. Team Neo. Ja, Neo. Neo. Ja. Oké, okay, nou allereerst gefeliciteerd met jullie overwinning. Hoe voelen jullie? Stand vaste hier en Milo bij radio. Hoe voelen jullie ze? We moeten door. Geweldig. Ja, geweldig. Het was zwaar, maar we hebben de overwinning toch over de streep. Hoezo was het zwaar? Ja, we hadden een goede tegenstander en we willen meer van zulke tegenstanders hebben. En wat gaan jullie doen met de prijs? Wat jullie hebben gewonnen? Marky, direct weg aan casino. Die wordt geïnvesteerd in een ander toernooi die we ook heel graag willen winnen. Dus zo komen we bij de zomer door. Oké, en wat is dat evenement of toernooi dat jullie willen winnen? AFA Cup. Daar hebben we vorig jaar in de finale verloren helaas. Maar en daar hebben we wat, dus, we hebben wat recht te trekken. We hebben al gekregen. Sorry? We hebben al €1000 meegekregen voor de tweede plaats. Dus dat is wel lekker. Is wij nog allemaal van in Olé. Dus wij, onder hoeveel moeten jullie verdelen? Hoe praat je aan mij? We doen alles in één pot.
kapot en ja. Je investeert de goede dingen dus. Ja, oké. Okay. En wat gaan jullie vandaag nog verder doen hier? We blijven nog even chillen. Even, zoals hij zegt, even wat eten. Misschien een beetje links rechts wassen. Nee, maar we moeten wel goed kijken. Doen we niet. Nee, hij niet. Haram. Maar ik wel. Mama. Hey, kan van je. Ik sta vast te komen. Je mag altijd komen, ja? Hey. Wanneer kom je langs? Ik kom een van deze dagen, we moeten even kijken, snap je? Is goed. Ik ga ook naar Suriname. Oké, jammer. Ik heb een neef daar. En hij heeft me gezegd, ik moet komen, want ik moet een pakketje naar Nederland brengen. Maar ik weet niet over wat hij heeft. Oké, blijven jullie ons volgen op social media, Instagram? Ja. En gefeliciteerd met jullie. Dankjewel. Wacht hier. Wacht even, sta vast. Kom even. Jullie hebben vandaag beker gewonnen. Ik zie om in meids hier zo, maar ik heb begrepen dat wij geen kans maken. Dat is niet waar. Wacht hier. Mee consoleren mensen. Ama elé. Ama om een vrouw ja zo ik kreeg. Ama die hey. Look aan man even. Kijk. Hey. Is dat om aan man pata die na heeft voor barkie? Hey. Moet dat voor balen. Hey. Wacht hier. Dus een paar is naar Heerman voor een elftal. Maar wacht, in een tak nou. Maar tijdens de teammate, ik kon daar iets op takken. Ik heb geen teammate, ik zeg jou, broer, ik heb niks hier. Hey, wacht hier. Amma niet tak. Amma fessie is zo. En de meid is long. Hey, wacht hier. Wacht hier. Sorry. Te amma wakka van de meid is vadong. Oh mijn god. Abba, thanks man. Hey. Yo, love you bro. Wacht. Ja, je moet aangeven wanneer ik ben. Dan gaan we zitten aan het vrouw. Ja, vast aan vaste. Zijn we hier nog steeds bij Zwarte Pijl Biggie Presserie? Je weet zelf. Maar ik heb hier het genoegen met de organisator een korte interview te houden. Dus stel u eigen even voor. Ja, ik ben Puri, dus Laurens Peurperhaard. En ik ben de organisator van Biggie Presserie, Zwarte Pijl. Oké, dan, après Pang. Als je om je heen ziet, après ja, helemaal. Après is Pang. Ja, kijk, het is lekker weer. Dat na altijd. Holland Today, je weet. Ik heb weer mee. Maar die line-up is ook echt om Spang te zijn. En die voetbal, ik heb gezien, je ziet toch, de boy pre-bal. Dus Biggie Presserie doet wat hij moet doen. Ja toch? Dus we gaan door, we gaan het nog groter maken. We gaan het proberen nog groter te maken. We zijn altijd proberen, omdat altijd we leven in natuur. Hè? En natuur maken wij niet, hij maakt zichzelf. Dus maar Puri, wij doen de actie ernaartoe. Je tak natuur, Tori. Om een meid is hij, ja, zo eerlijk. Om een meid is hij. Boy, hier deed hij zo asfalt. Maar we gaan hier deed, omdat ze hebben me altijd nodig bij de middelpunt. Dus iedereen trekt aan mij, maar naar de hand gaan ze allemaal weten. Oh, ik heb hem niet meer nodig, want ik weet wat ik moet doen. Maar voorlopig, asfalt zie ik meer dan een meid. Maar eerlijk, laat die mensen een beetje ook mee genieten. Wat kunnen ze verwachten als ze naar Biggie Presserie komen? Kijk, als je naar Biggie Presserie komt, dan ben je zo ontspannen. Je hebt een leuke dag, lekker eten. Alle lijven A tot Z. En dan heb je ook gewoon lekker muziek. Voetballen op niveau. Dus je hebt gewoon een pakket. Je hebt gewoon een pakket dat je gewoon echt tevreden mee bent als je naar huis gaat. Maar het is gewoon een familieuitje, toch? Gewoon een familieuitje. Voor kinderen hebben jullie ook... Ja, die kinderen hebben springkussen, snoep. Een hele stand is aan hun. Een hele stand is aan hun, zeg maar, besteed. Dus die kinderen hebben altijd wat te doen. Ja. Dus, oké dan. Wij willen je bedanken dat wij hier van Standvaste hierbij aanwezig mogen zijn. Ja. En het is voor ons ook iets groots, voor de Surinaamse gemeenschap. Maar Puri, zoals ik altijd vraag, je weet, Mina Kulimang, Mie Actie, Allah Desrana Mang. Welke boodschap heb jij voor de Surinamers? Zowel Kriolen, Hindoestanen, Dan ga je weer een mooie, want ik heb sowieso een boodschap. Kijk,
Ik heb een boodschap die er al is. Alleen ik vraag het nog een keer en ik ga het altijd bij vragen. Blijven bundelen en ga elkaar gewoon supporten. Ga elkaar gewoon steunen. En zorg dat we gewoon in een topvorm blijven en komen. Dus dat is wat ik zou zeggen. Steun elkaar, help elkaar. Dus alleen maar lobby, je weet het. Standvast. Ja man. Standvast, je weet het. Standvast.nl. Standvast.nl. Ja, Biggie Prasiri, ja, zo'n zwarte pijl. Tot de volgend jaar. Bye bye, swai swai. Mr. Ila for me and you style up.